staat in het klassement zesde op 22 seconden en bent daarmee ook beste Belg. Vandaag is de aankoop... Ik ga beginnen. Dylan Teuns, je staat zesde in het klassement en bent daarmee beste Belg. Vandaag is er een aankomst bergop. Wat is jouw plan? Oh ja, vandaag is zeker een belangrijke rit opnieuw voor het klassement. Ja, het bleek wel dat ik de tweede etappe net iets tekort kom om met de betere mee te gaan. Maar we zullen zien. Ik hoop dat ik terug beter gevoel heb dan dinsdag. En ja, ik kijk er naar uit. Met de aankomst van zaterdag al in gedachten, de tijdrit, vermoed ik dat je vandaag wel enkele bonificatieseconden zal willen sprokkelen of enkele seconden tout court. Is dat iets waarmee je in je hoofd zit momenteel? Ja, absoluut. De bonificatieseconden spelen zeker een rol. Dus, en dan vooral die aan de meet natuurlijk. Daar zijn de meeste te verdienen. Dus ja, dat speelt toch mee, ja. We zijn nu toe al aan dag 4. Wie heeft er op jou al het meeste indruk gemaakt tot nu toe? Oh ja, ik denk dat het duidelijk is dat de top 10 ja, ligt heel kort nog bij elkaar. Maar ja, die eerste, Almeida en Ulissi, waren enorm sterk. En daarachter zit nog een groepje dat allemaal aan elkaar gewaagd is. Denk je dat je misschien vandaag met Tim Welles wel een bondgenoot kan hebben in de aanval? Dat kan zeker, maar ja... van ver aan ga ik weet niet als dat veel zin heeft vandaag. Oké, dankjewel. Veel succes. Dank u.